Mopini. Het is maandagavond 9 uur, dus natuurlijk weer tijd voor een gloednieuwe aflevering van Opinie. Ik ben Ryan de Gama, goedenavond. Opinie. De afgelopen week zijn we bijna, wil ik zeggen, een beetje allemaal opgeschrikt door een uitspraak van een minister van Buitenlandse Zaken van de Koninkrijk der Nederlanden, dat is de heer Stef Blok, waarbij hij dus aangeeft dat in een gesprek dat eigenlijk een onder onsje zou moeten zijn, zoals hij dat verwoordt natuurlijk, waarbij je dus aangeeft dat Suriname een failed state is. Ik lees even voor u exact wat de minister van Buitenlandse Zaken, de heer Blok, zegt. En hij zegt hier zo in dat gesprek, dus in dat onder onsje met een aantal mensen waarmee hij bezig was, zegt hij, noem mij een voorbeeld van een multi-etnische of multiculturele samenleving waar de oorspronkelijke bevolking nog woont. En zegt minister Blok, waar een vreedzaam samenlevingsverband is. Ik ken het niet, zegt de minister van Buitenlandse Zaken. Op een gegeven moment, als er iemand uit de zaal Suriname als voorbeeld noemt, dan stelt de heer Blok dat Suriname een failed state is. Op basis van een etnische indeling. Waarom? Ik weet zeker dat het bij veel van ons de vraag is opgereisd. Waarom zal iemand zulke uitspraken doen? Vanavond in Opinie. Suriname, een failed state. Opinie. Onze gast voor vanavond is André Misikaba, voorzitter vaste commissie Buitenlandse Zaken, DNA. Misikaba is een zeer gelovig mens en pastoor van een volle evangeliegemeente. Zijn gezin is boven alles het dierbaarst voor hem. Op de Anton de Kom Universiteit van Suriname heeft hij de studie Public Administration succesvol doorlopen. Verder is Misikaba een van de ondervoorzitters van de Nationale Democratische Partij en vanaf 2015 tot heden de fractieleider van de voornoemde partij in DNA. Misikaba is sinds 2015 de voorzitter van de volgende vaste commissies in DNA. Buitenlandse Zaken, Defensie en Binnenlandse Zaken, als ook de vaste vertegenwoordiger van DNA bij ACPU. Misikaba is sinds 2015 de voorzitter van de volgende vaste commissies in DNA. Te weten Buitenlandse Zaken, Defensie en Binnenlandse Zaken, als ook de vaste vertegenwoordiger van DNA bij ACPEU. Kijkers, André Misikaba. Heer Misikaba, goedenavond en welkom. We zijn blij dat u tijd voor ons hebt vrijgemaakt om hier bij ons te zitten in deze aflevering van Opinie. Heer Misikaba, om met de deur in huis te vallen. We hebben allemaal de uitspraken gehoord van de minister van Buitenlandse Zaken van de Koninkrijk der Nederlanden, de heer Stef Blok, waarbij hij aangeeft dat Suriname een failed state is. Asan skreku ala malama, om te beginnen, wat moeten we verstaan of wat moeten we begrijpen onder het begrip een failed state? Goedenavond. Laat me dan starten om aan te geven wat een state is, wat een staat is. Een staat, als je wil praten van een staat, dan zijn er tenminste drie elementen die aanwezig moeten zijn. Ten eerste moet er een grondgebied zijn. Er moet een volk zijn die op dat grondgebied is. En er moet een effectief bestuur zijn. Ja? Nou moeten we de uitspraak van minister Blok dan naast de definitie van een staat zetten. Heeft Suriname een grondgebied? Ja. Is er een volk dat erop woont? Ja. Is er een effectief bestuur? In ons geval 100% ja. Omdat we een bestuur hebben die door middel van democratische verkiezingen, vrij en geheime verkiezingen, tot stand is gekomen. Dus uitgaande van de definitie van een staat, heeft minister Blok het volledig, de plank volledig misgeslagen. En
Je moet je afvragen hoe het komt dat een minister van Buitenlandse Zaken van Nederland, geen onbeduidend land binnen dat wereldgebeuren, binnen Europa zeker niet, hoe komt het dat hij niet weet? Mijn conclusie is dan, want ik kan me niet voorstellen dat hij dat niet weet, mijn conclusie is dan dat hij een andere bedoeling heeft gehad met zijn uitspraken. Terugkomend op uw vraag, Suriname is geen failed state uitgaande van de definitie van failed state, want met failed state bedoelt men dat er een staat is die geen bestuur heeft. Het is een wild west, iedereen doet maar en er is geen bestuur. Er zijn landen in het Midden-Oosten waar de besturen zijn kapotgeslagen, die als failed state gezien kunnen worden. Maar Suriname is dat in elk geval niet. Kent u een voorbeeld misschien van, om ons een beetje te helpen? Men noemt landen als Libië bijvoorbeeld. Sommigen zeggen ook Irak. Van Irak ben ik niet overtuigd, omdat je toch wel in redelijke mate een bestuur daar hebt. Maar Libië is inderdaad helemaal kapot geslagen. Waardoor er geen sprake is van een effectief bestuur van het land, waarbij er een regering is. En natuurlijk kan je die discussie voeren intern van, bijvoorbeeld in ons geval, financiële crisis, Asanego, dat is nog een traditie. Maar dat er een regering is die effectief bestuurt, er is een politiemacht, er is een militaire macht, er is ordehandhaving, dan is sprake van een staat en geen failed state. En mensen zeggen, over het algemeen zeggen dat Libië wel een failed state is. Ja, oké. Okay. En als, toen u dat hoorde, de uitspraak van minister Blok, wat ging er in u om? Dus, toen het hoorde, dus de vraag was, waarom doet hij dat? Als de vraag beantwoord wordt met ja, de vraag, kent hij de definitie van failed state wel? En het antwoord is ja, en hij doet toch die uitspraak, dan heeft hij andere bedoelingen. Als het antwoord nee zou zijn, dan zeg ik, dan moet Mark Rutte, minister Stof, Blok ontslag geven. Want ik kan me niet voorstellen dat er minister van Buitenlandse Zaken is die de definitie niet kan kennen. Ja. Als hij andere bedoelingen heeft, dan zoek ik het vooral in de politieke hoek. En er zijn een aantal dingen die we hebben gezien in de afgelopen periode, die mij toch wel heel sterk die richting doet denken. We hebben laatst een negatief rijksadvies gehad vanuit Nederland richting Suriname, gelukkig. Maar kwam dat vanuit dezezelfde minister of was het toen nee, een andere minister? Nee, het is gekomen vanuit de autoriteiten in Nederland. Ja, ja. En laat me zeggen dat gelukkig dat de mensen die Suriname een beetje kennen, want die minister kent Suriname niet, zeg ik. Ze hebben geen gehoor gegeven, want we zien bij elke vlucht zien we drommen aan toeristen uit Nederland die hier komen. Wat is de bedoeling van de minister precies geweest om dat te zeggen? Wanneer we ook zien dat er geldzendingen van Suriname worden vastgehouden in Nederland, zonder dat er op een adequate manier de procedures zijn gevolgd om dat geld te blijven vasthouden, dan zeg ik, er lijkt een politiek scenario erachter te zijn. Ja, ja. U bent al scherp uit de bocht gekomen in de media, de Surinaamse media, waarbij zei die minister, kent Suriname niet. Maar nu komt er op een gegeven moment dat die minister zegt, oké, ik heb dingen gezegd die ik misschien niet zo moet zeggen en ik bied dan mijn excuses aan. Aan de andere kant kun je afvragen, als de video's niet waren uitgelekt, en uitgelekt tussen aanhalingstekens, als de video's niet waren uitgelekt en naar buiten waren gekomen, zou die minister überhaupt zijn verontschuldigingen aanbieden? Maar oké, maar nu biedt hij zijn verontschuldigingen aan Suriname. Zegt dat u wat, als fractieleider? We hebben ook daarop gereageerd, omdat excuses aanbieden is natuurlijk makkelijk. Het kwaad is al geschied. En dan kijk je naar de brief die is geschreven naar Buitenlandse Zaken. Dan zien we dat de minister eigenlijk de kern van zijn uitspraken niet aanraakt. Ja, en daarom zeg ik, in elk geval voor de NDP, is die excuse dan nog niet gegrond en nog niet voldoende. Want de kwestie van multi-etniciteit die de minister gebruikt als wat hij zegt dat niet zou werken en daardoor Suriname een failed state zou moeten zijn. Ik zeg, juist op het punt waar Suriname wereldkampioen is, en ik benadruk het, we zijn wereldkampioen op het stuk van
multiculturaliteit. Meer nog, het zijn de voorouders, de ancestors van dezezelfde minister Blok die ervoor hebben gezorgd dat in het kader van verdeel en heers, dat wij een samenleving hebben waarbij als je kijkt naar de geografische spreiding, het is niet uit de lucht komen vallen, men heeft het bewust zo geregeld. Hindustanen in Nikeri, Hindustanen en Javanen in Saramaka, Javanen in Komowijnen, Kriolen in Koroni. Dat is zo georchestreerd toen, om ons verdeeld te houden. Gelukkig hebben de politieke leiders van toen en nu, samen met het volk, ervoor gezorgd dat die samenlevingen, die verschillende samenlevingen, dat waren er aparte samenlevingen, dat we samen rustig groeien richting een natie en dat we zien dat we broederlijk met elkaar wonen en leven hier in Suriname. Dat is te danken nogmaals aan onze politieke leiders van toen en nu, die ervoor hebben gezorgd dat we dat hebben bereikt. Als het aan de voorouders van meneer minister Blok was gelegen, zou dat nooit gebeuren, want hun bedoeling was juist ons gescheiden houden. En dat zeg ik, juist op het punt waar Suriname, je weet, Frankrijk is wereldkampioen geworden op voetbal. En we kunnen niet tippen op dit moment wat voetbal betreft. Niet eens in onze regio, we komen er maar uno de ete. Maar op het gebied van multiculturaliteit is Suriname wereldkampioen. We zijn nummer 1, ik durf dat te zeggen. En juist op dat punt probeert de minister ons aan te vallen en kritiek te leveren. Ik denk dat de minister nogmaals op les moet komen. Maar nu ga ik u eerlijk zeggen, heer Bisikaba, waar de uitspraken van de minister me een beetje in de war hebben gebracht, is, want hij sprak over een politieke partijen die dus het verschil van etniciteiten benadrukt. Benadrukt. Maar wat mij een beetje in de war heeft gebracht, heer Misikabe, is, ik luister naar de uitspraken van de heer Blok, maar dan kijk ik nog vandaag aan de dag, anno 2018, naar bepaalde politieke partijen, die nog inderdaad, want u zegt, toen werd er een vreselijke etnische, er werd politiek gevoerd op erge etnische basis. Maar anno 2018 zie ik nog steeds bepaalde politieke partijen, in mijn ogen, u zult me corrigeren als het niet zo is, nog steeds erg etnisch geconcentreerd zijn. Dus dat brengt me nou eerlijk gezegd een beetje in de war, de uitspraken van de minister Blok. Ik denk dat dit verklaart waarom de NDP in 2015 de verkiezingen met 26 zetels heeft gewonnen. En als men niet oppast, wij in 2020 de verkiezingen met 30 zetels winnen. En ik heb deze uitspraak een paar maanden terug al gedaan. En vele mensen zijn dubbelbenig op me gesprongen. Van wat gebeurt er, is een financiële crisis, allerlei dingen die gebeuren enzovoort. Het punt is dat wanneer we kijken naar onze samenleving, en mevrouw Simons heeft het ooit gezegd en ik ben het eens met haar. Onze eerste opdracht, meneer de Gama, in dit land is om met elkaar samen te leven. Dat is onze eerste opdracht. Dus economie neko ete, alle dingen zo ingewikkeld zijn neko ete, financiële sector. Onze allereerste opdracht, omdat die koloniale heerser ons bewust uit elkaar heeft proberen te houden. Wat bedoelt u? Opdracht van wie? Van Suriname? Ja, de opdracht voor ons als Surinamers. De opdracht voor ons als Surinamers is om met elkaar samen te leven, samen te wonen. Want wanneer we dat niet doen, vlak hier in de regio, heeft die verdeling heers wel gewerkt. Waar bevolkingsgroepen tegenover elkaar bloedig hebben gestaan. Vlak hier in ons buurland, vlak hier in Trinidad, is het wel gelukt. Dus eerst opdracht voor UNO, samenleven. En dan pas komen al die andere dingen. En de NDP als partij heeft dat wel gedemonstreerd. Ja, dus als iedereen praat over we zijn een nationale partij, luister nou. We kijken naar wat je doet. Ja, ik hoor vandaag de heer Santokki steeds praten over als zou de VHP. Soms hoor je, is een nationale partij. Soms hoor je, we koersen richting nationale partij. Soms hoor je, we zijn in ontwikkeling. Ik weet niet precies wat het is. Maar in elk geval, ik kijk gewoon naar wat je doet. Ik kijk naar je fractie in de Nationale Assemblée. En brada, give me a break met je nationale partij. Als je inderdaad zegt, we werken daar naartoe. Over 10 jaar, over 20 jaar, over 25 jaar. Dan zeg je, oké, je hebt onze ondersteuning. Want wij geloven dat naar een recept is.
Ja, ja. En de NDP heeft dat inderdaad gedaan. Want wat we hebben gehad in de aanloop naar de onafhankelijkheid, en na de onafhankelijkheid, u weet dat met name de VAP fel gekant was tegen de onafhankelijkheid, terwijl de NPS daarvoor inderdaad is gaan rallyen. Uiteindelijk hebben we de onafhankelijkheid gehad, maar niet zonder slag of stoot. Er hebben rallies, allerlei vervelende dingen plaats gehad, fotobron, noem maar op. Maar ook na de verkiezingen hebben we gezien, na de onafhankelijkheid, hebben we gezien dat de verschillende groepen lijnrecht tegenover elkaar stonden. Zeker VAP en NPS. Dat ding was inderdaad veel spanning. En met de komst van de revolutie in 1980, en luister nou, ik denk dat we onze geschiedenis eerlijk moeten weergeven. Ik weet dat er sommige mensen zijn die op NDP, die op Arifat kan. Maar laten we kijken naar de feiten. Vanaf 80er jaren, die Bouterse beging voor predik die UNO. We moeten één natie zijn, samenwerken, hand in hand, zij aan zij, schouder aan schouder. Dat ding heeft een impact gehad. Uiteindelijk kwam de NDP uit die beweging voort. En de NDP is doorgegaan. En we zien dat de NDP erin geslaagd om inderdaad die Brom Tjadjari van Suriname te presenteren. In één huis waarbij de verschillende groepen met elkaar hebben leren samenwerken en zo. Dus, was het dus dezezelfde heer Boutersen die dus nu aan de dag president van Suriname is, die dus toen in de tijd de mensen begon te leren dat ze dus eerst Surinamer zijn en daarna Javaan of Hindustan of Creole? Was het dezezelfde heer Boutersen? Het is dezelfde Boutersen. En dat we van onze vlag moesten houden, onze volkslied, die nationale symbolen, dat toen Cheris Desani en zo. Dus daar is het begonnen. En ik zeg, we hebben die ontwikkeling gehad. Dus wanneer minister Blok misschien in zijn uitspraak dat bedoelde, dan zeg ik ja, uw voorouders hebben inderdaad chaos hier gecreëerd, ja, waardoor groepen tegenover elkaar stonden. Mm. Maar we hebben inderdaad een ontwikkeling gehad waarbij wij daaruit zijn gegroeid. Ja. En nu een prachtige, zoals ik het noem, Suriname is de Little United Nations, dat we dat kunnen presenteren aan de wereld en wij absoluut niet zijn wat minister Blok daar heeft gezegd. Oké, maar nu is minister Blok de minister van Buitenlandse Zaken van Nederland, het Koninkrijk der Nederlanden, goed gezegd. En we hebben hier dus in Suriname nou een regering. U noemde daarnet de VAP, dat ze dus zich willen profileren als een nationale partij, om even bij dat stukje te blijven, want nu zegt de voorzitter van dus dezelfde partij, VAP, dat dit misschien de mogelijkheid of dit de kans is voor ons als Suriname om die diplomatieke band te gaan intensiveren of eraan te gaan werken of noem maar op. Wat mij eigenlijk een beetje laat denken dat dus, als ik zo naar de heer Santokki luister, de voorzitter van de VAP, dat er eigenlijk op neerkomt dat er nu geen goede diplomatieke band is tussen Suriname en Nederland, heer Misikaba? Laat me zeggen dat Suriname en Nederland hebben niet alleen een historische band, maar ook een band die tot de dag van vandaag nog manifest is. Alleen vanwege het feit dat we honderden duizenden Surinamers die in Nederland wonen en de familiebanden heel warm zijn, gaat u elke dag als er een vliegtuig landt, zij het SLM of KLM, gaat u daar kijken, dan zult u zien hoe nauw de banden zijn. Dus alleen om die reden alleen, zullen de banden blijven tussen Suriname en Nederland. En ik denk dat elke politici zich dat moet realiseren. Tegelijkertijd zeg ik, en we moeten elkaar niet voor de gek houden, die politieke relatie tussen politiek Den Haag en politiek Suriname is inderdaad, er is spanning in die relatie, ja. Maar en als we kijken naar die spanning, meneer De Gama, wanneer u elke klein ding dat hier gebeurt, dat overigens ook in Nederland gebeurt, aangrijpt om mij negatief neer te zetten in de wereld. Om Suriname negatief neer te zetten. U geeft negatief reisadvies. De recente ontwikkelingen met betrekking tot de geldzendingen die vastgehouden zijn, terwijl de Nederlandse autoriteit op geen enkele wijze verklaring geven wat precies fout is in de procedure die Suriname gevolgd is bij de geldzendingen. En u houdt dat geld vast. U weet dat de economie hier in problemen brengt. En u heeft daarmee niets te maken, maar u houdt het vast. Wanneer we kijken weer naar de uitspraken van minister Blok,
dan is het de vraag, hoe wilt u dan dat wij op politiek niveau een goede relatie hebben? Ja toch? Een relatie opbouwen komt van twee kanten. En we zien dat er wat zaken zijn en nog daar in het midden gelaten, de acties van politiek Nederland tegenover de Nationale Democratische Partij. Ja, dat in het midden gelaten. Dus ik zeg op politiek niveau is inderdaad die relatie in de spanning. En als we zien de dingen die gebeuren, dan voorzie ik niet dat we op kort termijn een herstel krijgen in die relatie op politiek niveau. Maar die relatie volk tot volk, dat is een hele warme relatie en dat gaat blijven. Ik hoop dat politici, overigens van beide kanten, dat steeds meer gaan beseffen dat vanwege die hele warme band volk tot volk, dat op een gegeven moment wel die relatie weer in goede lijnen moet komen. Maar dan moet een politiek Den Haag dan stoppen inderdaad om ons steeds proberen in een hoek te drukken en allerlei dingen te doen die de ontwikkeling hier stremmen. Ja, ja. We hebben ook de mensen op straat gevraagd hoe zij denken omtrent dit onderwerp waarover we het vanavond hebben in opinie. Suriname, een failed state. Kijkt u even mee met ons hoe de mensen op straat hebben gereageerd. Wat is uw mening over de uitspraak van Stef Blok dat hij zegt dat Suriname een failed state is? Nou, ik vind het heel vreselijk, heel erg. Omdat ik vind dat hij ons land niet moet bekritiseren, want overal in elk land hebben ze hun problemen, hun eigen problemen. Mijn mening is, hij heeft een klein beetje gelijk, maar hij hoefde zo'n uitspraak niet te doen. Dus ik vond het niet nodig dat hij zo'n uitspraak moest doen. Maar dat Suriname een uitsteek is, veel steek is, niet erger, maar wel Suriname. Ik weet zeker dat Suriname gaat werken aan bepaalde dingen, zodat het land weer wordt, net als hoe het was, dus die goede tijden. Stef Blok moet zich bezighouden met zijn eigen interne aangelegenheden in Nederland. Ze zijn een drugstaat. Ze hebben dit land, hebben ze vanaf de koloniale tijd uitgebuit. Dus hij moet zich niet bemoeien met binnenlandse aangelegenheden van Suriname. Hij moet met zijn poten afblijven van Suriname. Dat wil ik dus zeggen als Suriname. En ik ben een trotse Suriname. Ja, mensen, vooral de Nederlanders, moeten afblijven van Suriname. Ze houden zoveel van Suriname, maar waarom komen ze niet hier wonen? Onze eigen Surinaamse mensen. En op FB hebben ze zoveel commentaar te leveren. Hé, laten ze me een grote brik geven hoor, een grote brik. Maar bedankt, dat was mijn mening. Ten aanzien van die minister daar, hij heeft zich verkeerd uitgedrukt. En hij is op de vingers getikt en hij heeft ze verontschuldiging aangeboden. Dat wil nog niet zeggen dat het voor Suriname aanleiding is om daarop te blijven haperen. We moeten naar dat van ons kijken. Ja? Hoeveel keren is er hier gevallen? Maar niemand is opgestaan om iets te zeggen. Ja? Niemand. Protestdemonstraties zijn er. Het wordt neergedrukt. Nu kan iedereen ook op straat komen hier en zeggen van hallo, als het daar kan, moeten we ook hier in opstand komen. Dat is die hele vergelijking. En daarom zegt men het is een failed state. Hij heeft inmiddels een excuusbrief opgestuurd naar de minister van Buitenlandse Zaken. Ik heb het gelezen, maar ik heb nergens in die brief gezien of gelezen dat hij echt zijn excuses aanbiedt. Hij praat niet, hij heeft geen enkele woorden teruggetrokken. Hij heeft zijn woorden, hij heeft dus niks gezegd van hey, ik trek het terug. Het is niet zo bedoeld of wat dan ook. Maar hij heeft niks gezegd. Het slaat op niks. Die brief slaat in feite op niks. Toch? Dus hij heeft in feite een oorlog. Hij is gewoon een oorlog begonnen met alle multiculturele etnische groepen, overal ter wereld. Hij moet zich schamen. Wat de Nederlanders hier hebben achtergelaten. Wat hebben ze achtergelaten? Niks. Ze hebben alleen maar vernietigd. Ga maar na. Alcoa. Wat hebben ze gedaan? Wat hebben ze achter wat ze allemaal hebben gedaan met Alcoa. Alcoa heeft op een gegeven moment, onder hun bestuur, heeft Alcoa ons land uitgebuit. Vandaag aan de dag zijn er toch nog Surinamers die komen uitleggen van ja, Suriname moet tevreden zijn. Hou op.
Ze hebben ons land jaren uitgebuit. Ja, dat is wel goed op zich. Ja, ik vind het goed. Isabito heeft toch wat gezegd, maar hij bent het niet, misschien niet verkeerd. Maar dat toch aan mij verbieden, ze verontschuldigen. Zijn excuus, dus dat wil zeggen hij wist waarmee hij bezig was. Nou, is goed dat hij zijn excuses heeft aangeboden. Nou, weet het voor de volgende keer dat hij niet zulke uitspraken moet doen. Want als het omgekeerd was, dan zou je horen. Ja, nou is er een hele discussie gaande. Als de uitspraken niet naar buiten waren gekomen, had die minister zich niet verontschuldigd. Dat betekent dat hij het heeft gemeend wat hij zegt. Kijk, uitspraken kun je niet terugnemen, want gezegd is gezegd. Maar wat zou die minister van Buitenlandse Zaken, dus minister De Blok, volgens u moeten doen om het goed te maken met Suriname? Laat me het zo zeggen. In elk geval die discussie over als hij niet gezegd had, ik ga niet in die discussie. Het is een eindeloze discussie. Die dingen zijn gezegd, punt. De NDP heeft in haar verklaring duidelijk aangegeven dat wij bereid zijn een eventuele excuus te aanvaarden wanneer die excuus de kern van de uitspraak raakt. Dat heeft minister Blok in zijn eerste schrijven naar BUSA niet gedaan. Hij heeft inderdaad aangegeven, ik betreur het, dat ik te scherpe bewoordingen. Niet om te scherpe bewoordingen. Het gaat erom dat die minister heeft twee fundamentele dingen gezegd. 1. Hij zegt Suriname is een failed state. En ik heb al aangegeven uitgaande van de definitie van staat dat Suriname geen failed state is. Dus de minister heeft het volkomen mis. Hij moet dat gewoon recht trekken. Suriname is geen failed state. Als je kijkt naar die definitie van staat, is Suriname gewoon een rechtmatige staat. Punt. Ten tweede zegt de minister, heeft de minister ons aangevallen zoals ik dat zie, in de essentie van ons bestaan, in het wezen van wie we zijn. En de essentie van het bestaan van Suriname is een multiculturaliteit. Dat is Suriname. En ik vind dus dat die minister moet aangeven, het is niet waar dat Surinamers hier als kat en hond met elkaar zitten te vechten hier. Overigens, als de minister inderdaad meent wat hij stelt, en ik Mark Rutte was, had ik hem gelijk op staande voet ontslag gegeven. Want eigenlijk dan zegt de minister dat Nederland ook een failed state is. Want Nederland heeft ook een heleboel multiculturaliteit. Ja. Nederland is nu zelfs een partij die op etniciteit, op etnische basis geschoeid zijn. Even weer de partij Denk, is in het leven geroepen voor de Turken, althans de Nederlandse Turken. Natuurlijk zijn er andere mensen die in die partij zijn. Dus wanneer een minister in het kabinet, waar ik premier van is, eigenlijk ook de essentie van de Nederlandse samenleving aantast, dan denk ik dat die minister niet in het kabinet zou moeten zitten. Dus het punt is, wij vinden dat de minister recht moet trekken, geen omhaal van woorden en om de hete brei heen dansen. Let him come to the point en die twee punten aanraken en aangeven, ik heb het mis en ik trek die dingen recht. Dan zou in ieder geval de NDP nadenken over eventuele aanvaarding van die excuses. Natuurlijk heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken ook haar traject. En dat laat ik even wat het is. Ik praat nu voor de NDP vooral. Oké, u zegt u praat voor de NDP. En dan wil ik dan misschien een iets gevoeligere vraag stellen. Zou deze minister Blok, dus deze uitspraken van die minister, laat me het zo stellen. Zou het enige waarde hebben als het was gezegd of als het was uitgesproken voor de revolutieperiode van Suriname? Dus voor de komst van de NDP, voor die revolutieperiode. Zou het nou iets meer kracht hebben, wel, deze uitspraken? Meneer De Gama, dan zou een minister van Angola of een minister van Turkije het moeten zeggen. En niet een minister van Nederland, waarbij die voorouders van die minister voor die chaos hebben gezorgd hier. Ja, en luister nou, laat me ook gelijk aan het publiek zeggen. Ik ben geen slachtoffer van mijn verleden. Ja, ik ben eruit gegroeid. Ik heb geen trauma van het verleden. Het verleden is daar. Ik heb eruit geleerd. En we kijken vandaag hoe wij ons zodanig moeten shapen om voort te gaan. Maar geschiedenis is geschiedenis. Dus dan zou een minister van Buitenlandse Zaken van Angola of van Japan het moeten zeggen. Maar niet een minister van Buitenlandse Zaken van Nederland. Waarbij de voorouders van die minister die chaos waarover hij praat hebben gecreëerd. Eigenlijk als een minister van Nederland iets in de trend zou moeten zeggen, dan zou het inderdaad
is het zou het een verontschuldiging moeten zijn. Een gemene verontschuldiging. Wij hebben chaos gecreëerd in jullie land. Sorry daarvoor. Elke keer als ik eraan denk, moet ik bijna huilen. Ik kan me niet voorstellen dat we dat hebben gedaan. Dat zou die trend moeten zijn. Ja? En als minister van Angola dat zou zeggen, maar voor de verkiezingen hadden jullie mot met elkaar, dan zou ik misschien wat nog die discussie met hem aangaan. Maar niet met de minister van Nederland. Sorry. Ja. Dus je gaat onder geen bedingen discussie aan met de minister van Nederland. Sorry. Nu zijn er geldzendingen vastgehouden. U zei het al eerder, u riep het al eerder. En in de assemblee natuurlijk is er ook breedvoerig hierover gesproken, over de geldzendingen die vastgehouden. Ik denk het bedrag van 19,5 miljoen en daarna weer plotseling 4 miljoen. U zei het al, maar om dat stuk toch weer even te stressen. Is het wel gehoord dat een land gewoon jouw gelden gewoon vasthoudt? Want u zegt, er was geen reden, zei u eerder hè, in ons gesprek. Dat is zonder reden, of althans, er is nog geen reden aangegeven, laat me dat zo goed verwoorden. Is het dan gehoord dat je gewoon het geld gewoon vasthoudt? Dus, of hoort het zo dat omdat er een onderzoek is, dat we niet tak niks, want totdat het onderzoek is uitgekomen? Nee, is gekheid. Kijk, we in een rechtsstaat kan iemand schuldig worden bevonden aan een of ander strafbaar feit. Wat er dan gebeurt, is dat er een onderzoek loopt. U wordt als schuldige aangewezen. U heeft recht op verdediging en dan gaat het proces van start. In dit geval zijn de geldstellingen vastgehouden. Suriname heeft, zoals de minister van Financiën ons gezegd, heeft advocaten in de hand genomen. Die advocaten hebben op hun beurt na maanden nog geen enkel antwoord gekregen van de autoriteiten in Nederland, van het Openbaar Ministerie in Nederland, van want er is geen schuldige aangewezen, maar toch zijn de gelden vastgehouden. Er is gevraagd wat de reden is, er komt geen enkele antwoord van Nederlandse zijde. Er is gevraagd wanneer komen de gelden los, er wordt geen antwoord gegeven. De advocaten hebben gewoon geen toegang tot informatie. Nou, wanneer dat wordt gesteld door de minister van Financiën aan het parlement, dan zeg ik, dan moet ik politiek erachter zoeken. En als er geen politiek erachter gezocht moet worden, dan moet iemand me helpen en me verklaren wat dit te betekenen heeft. Ja toch? Want wat je zou moeten doen, wat Nederland zou moeten doen, denkt mij, het kan zijn dat Suriname een fout heeft gemaakt in de procedure van de geldzending. Ja, ja, ja. Oké, dan zou Nederland moeten zeggen, Suriname, want er is een hele procedure, heb ik begrepen, met een hele aantal punten. Voordat het geld eruit gaat. Ja. Dan moet Nederland dan zeggen, Suriname op punt A, C en D heb je een fout gemaakt. Ja toch? Dan kunnen er twee dingen zijn. Corrigeer die fouten en dan gaan we verder. Of, voor die fouten, kijk hier, het staat in de reglementen dat je een boete krijgt. Een boete van 2 miljoen. Betaal uw boete en die gelden komen vrij. Nothing. Er wordt niet gezegd waar die fout is. Er wordt niet aangegeven waarvan die procedure we een fout hebben gemaakt. Er wordt niet aangegeven wanneer die geldzendingen vrijkomen. Er wordt niet aangegeven wat Suriname een boete moet betalen. Niets. Gewoon, het is muisstil aan die kant. Ja? En ik hoop dat die samenleving me inderdaad, wat ik nu zeg, tot zich laat inzinken. Er wordt niets aangegeven. En natuurlijk zijn er mensen in die samenleving die in een hoera stemmen. Ik kan me niet voorstellen. Die weer politieke munt willen slaan hieruit. Dat geld in elk geval is niet van die overheid. Dat geld is van particulieren. Zijn we nou blij? Want ik zou nog kunnen begrijpen, politiek. Moni naar Vlanti, dus naar politiek. Naar Klanti, begrijpen zeker de politieke tegenstander. Maar dat geld is van het publiek. Waarom zouden we moeten juichen en blij zijn dat gelden van onze particulieren, totaal 21,5 miljoen, is vastgehouden, 23,5 miljoen, is vastgehouden in Nederland. Waarom zouden we blij moeten zijn? Ik denk dat Suriname heeft, de ministerie heeft ons verteld dat vandaag en morgen, dat er deskundigen in Suriname bezig zouden zijn, binnen en buitenland, zijn deskundigen, om een case op te bouwen tegen de Nederlandse autoriteit. Want Nederland heeft ook nog een andere manier om aan mogelijke informatie te komen. En dat is dat men gebruik maakt van het rechtshulpverdrag dat tussen Suriname en Nederland ingesteld is. En dan zou Nederland het Openbaar Ministerie vragen kunnen stellen. Any question om inderdaad als mijn onderzoek. Mij dunkt, na de informatie die ik heb gehad van de minister van Financiën,
dat politiek hierachter schuilt. En het is de Nederlandse autoriteiten die ons duidelijk moeten maken dat er geen politiek speelt. Nou, terwijl ik hier bezig ben te zeggen dat politiek speelt en zo, ammonifatie. Dus de vraag is hoe verder. De minister heeft ons aangegeven dat er een team bezig is vandaag en morgen om een case aan te spannen tegen de Nederlandse autoriteit om die gelden los te laten komen. Ja, ja. De heer Evert Ganesh, las ik in een bericht, is voornemens een boek aan te bieden aan minister Blok. Een boek over verbroederingspolitiek in Suriname. Wilt hij dus aanbieden aan minister Blok. Wat vindt u van dat initiatief? Op de eerste plaats natuurlijk is er veel te zeggen over de verbroederingspolitiek, want die was natuurlijk niet alles zaligmakend. Het heeft zijn bijdrage geleverd tot op zekere hoogte. Wat Pengel en Latschman hebben gedaan, daarom in mijn eerdere statement heb ik aangegeven, politieke leiders van toen en nu hebben hun bijdrage geleverd aan wat die samenleving vandaag is en daarvoor onze dank. Maar vandaag gaan we niet duiken in die verbroederingspolitiek op zich, maar ik denk wel dat het initiatief een goed initiatief is, omdat duidelijk blijkt dat de minister niets weet over het reilen en zeilen in Suriname, terwijl hij hier een ambassade heeft en hij hier een zaakgelastigde heeft. Hij kan alle informatie, zelfs als hij even had gegoogeld, dan zou hij weten dat NDP een multi-etnische partij is en alle geledingen van die samenleving herbergen. Maar dat is niet gedaan, dus ik denk dat de minister inderdaad zich moet inlezen. Trouwens, ik heb ook in de media aan hem geadviseerd om advies te halen bij zijn ambtsgenoot van Frankrijk. Want die kent Suriname wel. Suriname is buurland van een overzees departement van Frankrijk, Frans-Guyana. En die kennen ons, die kennen het punt waarop wij wereldkampioen zijn. En ik heb geadviseerd dat hij daar verhaal gaat halen. Dus ik denk dat dit initiatief en alle andere adviezen die wij tot nu toe hebben gegeven, bruikbaar zijn voor een minister Blok. Ja. Aan de ene kant vind ik het wel een beetje jammer natuurlijk. Ik weet niet of ik het zo mag zeggen. Vind ik het wel jammer dat dus in onze assemblee, waar u deel van uitmaakt, dat in die assemblee het wel alleen aan de kant van de NDP, dus de fractie van die NDP, echt die multi-etniciteit van die samenleving weergeeft. Ja, ik weet niet of het jammer is of als het misschien juist dat het sterkpunt is van de NDP. Maar het is wel jammer natuurlijk dat je alleen aan de kant van die NDP die multi-etniciteit. Want kijk, u hamert constant op de multi-etniciteit van Suriname. Maar we moeten ook zo eerlijk zijn om bepaalde dingen te zeggen en bepaalde dingen te zien. Dat als je naar die assemblee kijkt, dan zie ik dat alleen maar terug in die NDP. En dat is jammer eigenlijk. Nou, het is where you stand and how you look at it. Ik kijk zo ernaar. Laat me zeggen dat ik eerder een statement maakte dat het niet mensen moet verbazen waarom de NDP bij de laatste verkiezingen 26 zetels heeft gehaald. En als de zaken zo doorgaan in de andere partijen, dat de NDP 30 zetels gaat halen. Omdat ik denk dat het een ontwikkeling is. Het is een proces. Meneer De Gama, en ik heb gezegd, ik ben geen slachtoffer, maar ik ken mijn geschiedenis wel. Wat die koloniale heerser hier heeft gedaan aan chaos op dat stuk is niet eenvoudig. We mochten niet eens zijn. Het was beleid om ons verdeeld te houden. Want anders word je sterk, toch? Als je natuurlijk, één word je sterk. En met al die natuurlijke rijkdommen, laat me zeggen, elk land zou een relatie willen hebben met Suriname. Alleen vanwege het feit dat Suriname zo rijk is. En iedereen het gevoel heeft dat als ik een relatie heb met dat land, kan ik een pikwasa mee. Ja, ja. Suriname is een heel belangrijk land. En voor mijn voorzitter Bouten, ze zegt vaak dat iedereen in de wereld ziet hoe belangrijk Suriname is, behalve Surinamers. Ja, ja. Ja. Het punt is dat ik geloof dat die damage was zo enorm groot, dat het een proces is om dat te herstellen. Je komt er niet 1, 2, 3 door. Nee. En de NDP is vanaf, althans de revolutie is 80 begonnen ermee. 87 is de NDP, die revo. Zo goed in de NDP als partij. En we zijn voortgegaan in dat traject. En wat wij nu zien, want natuurlijk heeft men ons steeds op dit punt, de politieke tegenstanders, die man proberen voor klap NDP in die zin van, het is schijn van het oog, want zogenaamd multi-etnisch, maar daarbinnen. Ja. Maar we zien
dat langzaam alle partijen nu ook beginnen te praten over nationale partij, ja. Alle groepen moeten bij elkaar. We zien de moves van de politieke tegenstanders, dat ze nu gaan naar gebieden waar ze nooit zouden gaan. Begrijpt u? Als dat inderdaad een beleid is en een structurele zaak is, dat zal de tijd leren. Want sommigen zeggen, het is politiek, partijpolitiek, zogenaamde Maïdoulik. Dat zal de tijd leren. Ik heb gezegd, wat in afval wat de VAP betreft, ik hoor niet naar zoete praatjes. Wanneer straks de kandidatenlijst gemaakt zal worden, ja, en ingediend zal worden 9 april 2020, dan zullen we zien wat de VAP inderdaad heeft gedaan. Dus voor mij alle zoete praatjes van we zijn een nationale partij, ik lig niet wakker van. Wat men gaat doen... Je zegt wees met de lijst. Met de kandidatenlijst, waar ik ga zien dat men inderdaad de gemeenschappen waar men naartoe gaat, dat men de mensen gaat kandideren. En wanneer men, zodat inderdaad de fractie van de VAP met 9 zetels, ja. Ik weet niet hoeveel, als men naar 7 gaat of men naar 10 gaat, ik weet het niet. Dat zal de verkiezingen leren. Maar dat die fractie, dat we zullen zien inderdaad, niet alleen die Hindoestaanse groep, overigens een hele belangrijke groep in die samenleving, maar we willen ook inderdaad een Javaan daar zien, we willen ook een inheemse daar zien. We willen ook naast meneer Joggi, als hij terugkomt, willen ook een Creoolse dame zien. En dan zei oké, de VAP heeft de boodschap van 80 begrepen. Ze zijn in het proces. En men evolueert daar naartoe. Hetzelfde met de Pertje Alhoer en met de ABOP, met al die andere partijen. Dus het is een proces, dus ik kijk ernaar en ik zeg, inderdaad, de NDP is grote broer op dat stuk. Wij zijn de aanvoerders op dat stuk. En we hopen dat de andere partijen meelopen in dat proces, zodat we na 20 jaar inderdaad kunnen zeggen, het zaad dat gezaaid is in 80, dat het is gaan bloeien. En laten we dan niet kijken wie dat zaad gezaaid heeft, want dan moet Jana Bouta, dus dan Nolop Bouta, dus dan, er is een zaad gezaaid dat goed is voor dat land en laten we dat inderdaad koesteren. Ja. We houden minister Blok aan als voorbeeld, iemand die dus niet weet hoe het in Suriname is, zei u toch? Die man kent Suriname niet, of hij weet niet hoe het in Suriname aan toe gaat. Maar tot slot, want we moeten afronden. Hoe zou u ons land, dus deze multiculturele samenleving waarop we zo trots zijn, hoe zou u dat presenteren aan zo iemand, om minister Blok als voorbeeld te nemen, die Suriname niet kent en dus niet weet hoe het hier aan toe gaat. Hoe zou u onze samenleving aan zo iemand presenteren? Kijk, als ik met minister Blok zou praten, dan zou ik uiteraard beginnen met een historische overzicht, waarbij ik hem zou confronteren met een realiteit die hij waarschijnlijk niet voor ogen wil hebben. Maar ik zou hem wel ermee confronteren. Kijk, die samenleving in Suriname, die wij met moeite, zweet, tranen en soms sommige momenten met bloed hebben gebouwd tot wat het vandaag is, uw voorouders wilden het tegenovergestelde hebben. Want daarom heeft men geografisch ook die samenleving op deze manier gesitueerd in dat land. Maar onze leiders samen met het volk in een moeizaam proces, en we zijn nog steeds in dat proces, hebben ervoor gezorgd dat we de zaak hebben kunnen smeden en steeds meer Surinamers begrijpen. Dit is onze eerste opdracht als Surinamers, samenleven. Dus om dat overzicht presenteren, vervolgens zou ik hem dan tonen dat die multiculturele samenleving of multietnische samenleving, zo u wil, dat het wel werkt. En dan zou ik hem Suriname presenteren, hoe wij bijvoorbeeld samen feesten hier op hoogtijdagen, hoe in elk geval in de fractie van de NDP, die hele bromtjidjari van Suriname, en ik ga u zeggen, meneer De Gama, het is mooi om inderdaad in die fractie daar van 26 te zitten. En dan heb je alle groepen die soms verschillend denken over verschillende vraagstukken. Maar op een gegeven moment in het belang van Suriname, dat zie je toch één lijn kunnen volgen. Ik heb het nu over de fractie van de NDP. Yeah. Want je hebt die Chinees daar, je hebt die inheemse daar, je hebt die Boeskondrisma daar, je hebt die Creool daar, je hebt die Javaan daar, die Hindoestaan daar. Je hebt iedereen daar. In die fractie. En dan zitten we daar met elkaar als we moeten praten en ons voorbereiden op de vergadering. En dan praten we, dan zie je soms hoe die meningen divers zijn. Maar nogmaals, in het kader van, die, van,
van Suriname, dat zie je hoe we naar elkaar komen en uiteindelijk hebben we één lijn. Oké, dit is de lijn. Het is mooi. Zou ik hem dat presenteren? Ik zou hem misschien uitnodigen naar een fractievergadering van ons, wat ik kan zien. Ik zou hem brengen naar het binnenland, om te zien daar hoe verschillende groepen met elkaar leven en wonen. En ik denk, als deze minister wordt gehandhaafd, dan denk ik dat het goed op zijn plaats is dat hij een bezoek brengt aan Suriname. En dan moet hij niet 2 dagen komen, hij moet een week komen. U zegt gehandhaafd, dat wil zeggen dat hij onder behoorlijke politieke druk daar in Nederland is? De politieke druk in Nederland is verschrikkelijk groot. Er zijn zelfs 2 oppositionele fracties die hebben gevraagd voor een debat. En over de brief die de minister na aanleiding van zijn uitspraken heeft geschreven naar de Tweede Kamer. En waarbij die 2 fracties zelfs zeggen, we zijn bereid om terug te komen van een zomerreces. Zo serieus is dat. De enige partij die de minister een beetje heeft ondersteund is die partij van Wilders. Maar iedereen weet ook waarom. Maar geen enkele partij, zelfs zijn eigen VVD van Mark Rutte, heeft hem behoorlijk op de korrel genomen. Die minister staat onder grote druk. De verschillende achterban van verschillende politieke partijen zijn ook in het gedrang gekomen. De Vereniging van Surinaamse Nederlanders is ook in gedrang gekomen. Dus die druk is groot. Ik weet niet wat men gaat doen, maar hij moet komen naar Suriname als hij wordt gehandhaafd. En hij moet nogmaals niet 2 dagen, hij moet een week komen, want hij moet naar Nikeri gaan, hij moet naar Jumu gaan, en hij moet naar Tapanahoni gaan, hij moet naar Kabalewa komen. Hij moet een week komen. Dan zullen we hem die pracht van Suriname, en nogmaals, ik herhaal, op het punt waar wij wereldkampioen zijn. Dus Sami, in onze regio zijn we een voetbaldwerg geworden, helaas. Ja, ja. We hopen dat dat verandert. Met beleid zal het moeten veranderen. En op sommige gebieden, Unoman kon, zou Moeskde, maar op dit gebied kunnen we zeggen, Suriname houdt het gouden medaille. Wij zijn kampioen op dit gebied. En ik denk dat hij dit moet zien. We zijn kampioen op dit gebied. En dan heeft de heer Misikaba over die multiculturele samenleving van ons. En het vreedzaam samenleven ook van ons. Dat bedoelt hij met, we zijn wereldkampioen op dat gebied. Mocht u misschien deze aflevering op de helft hebben gezien of helemaal hebben gemist of u hebt het van iemand gehoord hoe spannend dat was, dan kunt u de herhaling volgen op de woensdag en de vrijdag telkens om 9 uur. Zo niet gaat u dan naar de YouTube-channel van ons, het Nationaal Informatie Instituut. Zo heet de YouTube-channel. Dan kunt u dus, dan zoekt u dus dan deze aflevering op en dan kunt u rustig doorheen fietsen. We hebben het weer gehad voor deze aflevering van Opinie. Ik wens u een hele fijne kijkavond verder. Ik ben Ryan de Gama. Goedenavond. Opinie.